Ja, het komt wel echt vanuit mijn hart, ja. Amber vertrekt in oktober naar Kameroen om seksuele voorlichting te geven aan tienermoeders. Voorlichting daar is, we zeggen gewoon geen seks voor het huwelijk. Dat is de voorlichting. Op haar 17e werd ze zelf moeder en sindsdien staat haar leven in het teken van begeleiding geven aan jonge moeders. Ik ben het initiatiefnemer van het tienermoederproject Horen. Daarin begeleid ik meisjes naar zelfstandigheid. Ik heb ook twee mamahuizen wat plek biedt voor zes moeders met hun kindjes. Omdat ik toch eigenlijk al dat hele pad bewandeld heb de afgelopen 19 jaar, weet ik wel wat ze doormaken. En hoop ik dat ik ze een toekomst kan geven en dat ik kan laten zien van goh, je kan naar school gaan met kindje. Het is zwaar. Maar het is wel haalbaar, want ik heb het ook gedaan. Amber ontmoette Cecilia, die ook uit Horen komt, maar opgegroeid is als tienermoeder in Kameroen. Ik ben een tienermoeder uit Kameroen, zij is een tienermoeder uit Nederland. Dus dat vind ik best een hele mooie combi. En sowieso omdat zij de tienermoederproject hier in Horen runt, het is mooi voor haar ook de contrast te zien. Ik ben in ons mooie Horen, werd ik tienermoeder. En zij echt in Afrika. En die omstandigheden zijn daar natuurlijk zo anders. Het aantal tienermoeders in Nederland neemt al jaren af. In Kameroen daarentegen is 1 op de 3 meiden zwanger voor hun 18e. Ik hoop dat ik dus bij jonge meisjes en eigenlijk misschien vooral bij het verplegend personeel of artsen of in het ziekenhuis daar, doktoren, dat wij hun ogen kunnen openen. Om geld in te zamelen organiseren Amber en Cecilia het evenement Africa for You aanstaande zondag in de Schouwburg in Horen. De opbrengst komt ten goede aan voorlichtingsmateriaal.